Een hoogbejaarde man van 91 uit Amersfoort is slachtoffer geworden van een insluiping in het verpleeghuis waar hij woont. De dader stal zijn portemonnee met pinpas en pinde daarmee maar liefst €1250. Zometeen het beeld van dat pinnen. Eerst Jacqueline, hoe wist die dader binnen te komen? Ja, die man die had die maandagochtend een goede vriend op bezoek. En toen die wegging, moest de man nog even naar het toilet. En toen heeft hij dus de voordeur wel dicht gedaan, maar waarschijnlijk niet op slot. En dat is wel de gelegenheid die de dader heeft gehad om heel snel binnen te komen en vliegensvlug zijn slag te slaan. Ja, inderdaad. Het aparte is dat het slachtoffer daarna niks is opgevallen. Ja, inderdaad. De dader heeft het appartement snel doorzocht. En zonder zichtbare sporen heeft hij dus toch gevonden wat hij wilde hebben. En de bankpas die gebruikte het slachtoffer niet zo vaak. En toen hij dus de volgende dag ging internetbankeren, toen zag hij dus dat er een groot geldbedrag was opgenomen. Ja, we hebben beeld van een van die pintransacties in Amersfoort. Ja, en hier zien we dus dat de dader het geld opneemt met de gestolen pas. Nou, hij staat er heel rustig bij. Hij lijkt ook op iets te kauwen. En dan gaat hij pinnen. Dat duurt heel eventjes. Voor ons zijn even de tijd om even goed naar hem te kijken. Hij pint even later trouwens nog een keertje. Daar is helaas geen beeld van. Maar in totaal wordt er dus voor €1250 gepint met de gestolen pas. Ja, veel geld. Hoe is die dader nou aan die pincode gekomen? Ja, in dit geval had deze hoogbejaarde man de pincode vlakbij de pinpas bewaard. Ja, niet zo handig, maar wel heel begrijpelijk. En ik snap ook wel dat mensen het toch graag willen opschrijven. Maar dan zou ik eerder zeggen, verwerk het dan in een telefoonnummer of op een manier die alleen jij weet dat je het weer terug kan vinden. Ja. Ik begrijp wel dat je het wil opschrijven, maar verwerk het dan eventjes. En denk ook even aan je daglimiet. Vaak laten mensen hem vrij hoog staan. Maar als je hem wat verlaagt en het overkomt je toch, dan wordt er niet gelijk een heel hoog geldbedrag van je opgenomen. Goeie tips. De politie vermoedt dat dit ook de man is die het appartement van de hoogbejaarde man uit Amersfoort wist binnen te komen. Herkent u hem? Bel dan uw tip snel door. Dat kan via de tiplijn 0800 60 70 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000.